kunstacademisch. En toen ik een gaatje in de programmering had bij Tech, toen ik destijds bij Tech nog wat dingen organiseerde, toen kwam Pierre in één keer op de proppen met een fantastisch project, waar ik het verder niet over wil hebben, maar dat, die kennismaking die was erg goed. En ik moet zeggen dat het samen met projecten bezig zijn en kijken of we Pierre op de een of andere manier handvaten konden geven om zijn projecten verder te laten uitgroeien. Die zijn in dit geval volgens mij aardig gelukt. Ooit begon Pierre met een paar kleine soldaatjes. Die